Als het aan de VVD en de PVDA in Amersfoort ligt, blijven zij ook in een volgende coalitie met elkaar samenwerken. Dat vertelden wethouders Imming en Buitelaar gisteravond tijdens de eerste debatavond over de lokale politiek. Het Utrecht organiseert samen met lokale media drie debatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart. PvdA-wethouder Imming zei zelfs dat ze de voorkeur geeft aan een voortzetting van de huidige samenwerking met de VVD boven deelname aan een linkscollege. In Utrecht hebben VVD en CDA aangekondigd om na de gemeenteraadsverkiezingen niet in zee te gaan met de PVV. De uitspraak die PvV-lijsttrekker Henk van Deun deed over de Oulu-moskee, heeft volgens het AD een rol gespeeld in die beslissing. Eerder lieten D66 en GroenLinks al weten niet in een college van BMW te zitten met de partij van Geert Wilders. Het waterschap zet zich opnieuw schrap voor hoogwater in de lek en de Nederrijn. Daarom worden vandaag de deuren van de oude sluis in Vreeswijk gesloten en het waterpeil verhoogd. Verder voeren medewerkers van het waterschap controles uit langs de dijken. Twee weken geleden was er ook al hoogwater in de rivieren. Maar op een paar volgelopen straten langs de oevers na leidde dat niet tot grote problemen. Naar verwachting wordt het waterpeil nu wat minder hoog. Ruim 200 basisschool- en vmbo-leerlingen nemen vandaag voor één dag de plaats in van directeuren en CEO's. Grote organisaties in onze provincie, zoals de politie, Proheel, Rijkswaterstaat en Douwe Egberts doen daaraan mee... Het doel is dat kinderen met een sociaal-economische achterstand ervaren hoe het is om de leiding te hebben. Het is de vierde keer dat de actie Baas van Morgen wordt georganiseerd. En dan nog het weer. Er is vandaag veel bewolking en soms wat zon, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt maximaal 9 graden. Tijdens de avond en nacht is het wisselend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt rond de 3 graden. En dit was uw nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of de website rtvutrecht.nl. Prettige dag!